We staan nu op het Canadaplein in Alkmaar. En het is heel heet. En vooral dus heet in de stad. Even kijken, 43 graden. Dat komt dus eigenlijk doordat er iets minder groen is hier. En ja. Veel verharding. Ja, er is wel gras, maar dat zorgt niet direct voor verkoeling. Dat is ook snel uitgedroogd, zoals je hier ziet. En juist de planten die veel water afstoten, dus zoals bomen en struiken, die heb je eigenlijk nodig. Deze dagen zullen ook al vaker voorkomen. Dus het is nog belangrijker om juist de steden groener te maken, om die gezondheid ook in de stad te blijven houden voor de mens. Bomen planten dus. Kijk, dit is nou juist nodig om de stad groen te krijgen. Grote bomen en een groene singel. Dus juist die bomen bij elkaar. En hoe warm is het hier nou? 35 graden. 35 graden. Onder deze mooie vleugelnoot. 7 graden verschil. En dat komt dus door die verdamping en de schaduw die de bomen geven. Dus bomen zijn echt het belangrijkste voor meer koelte in de stad. En hier zie je al dat er veel meer blauwe vlekken zijn. En dat zijn echt de koelere plekken. Daar zijn echt hele grote bomen ook in de wijk. Dat is Oudorp. En niet alleen de gemeente moet aan de gang. Ik zie nog veel te veel om me heen dat mensen hun hele tuin bestraten. En ik denk echt zonde. Plant een boom. Het is wel in de winter moet je een boom kopen en in je tuin planten.